wakker en toen zat er een roze limo voor zijn deur. Ik dacht eerst van, wow, wat doet hij daar? Ik vond het echt heel leuk, de verrassing die ze bedacht hadden. En ja, ik denk dat er gewoon niemand anders zou komen met een grote roze limousine voor mijn deur. Vorig jaar heeft het Klokhuis in samenwerking met de Bernard van Leer Foundation een serie gemaakt over kindermishandeling. En die is naar heel veel scholen gegaan en er zat een lespakket bij. En de laatste les van dat lespakket bestond uit het maken of het verzinnen van een logo. En als je mee wilde doen aan een wedstrijd, dan kon je dat logo insturen. En er is een winnaar uitgekozen en de winnaressen die zijn vandaag aanwezig. Lisanne, Toetje. Jullie hebben meegedacht om kindermishandeling in de aandacht te brengen. En na te denken over hoe je dat nou zou kunnen doen met een logo, zodat het ook herkenbaar is. Kindermishandeling mag niet, willen we niet, maar we weten toch dat het voorkomt. En daarom is het heel belangrijk dat we met elkaar nadenken van hoe zorgen we nou voor dat kinderen die ermee zitten, dat ook gewoon durven te vertellen. Maar wat veel belangrijker is, als iedereen nu in zijn eigen omgeving herkent, oplet en ziet, hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. En dan kun je er echt wat aan doen. Dus dat vind ik echt een prestatie dat jullie samen met Klokhuis hebben willen meedenken en kunnen meedenken om een logo te ontwerpen. Gefeliciteerd met eigenlijk is het een prachtige prijs die jullie krijgen. Hè? Want in de zin van zo'n logo is natuurlijk wat we gaan gebruiken, is natuurlijk hartstikke mooi. En hou vol met meedenken over hoe het een beetje anders moet in Nederland. Dank jullie wel. Toen we eraan kwamen, was ik gewoon helemaal zenuwachtig. Het was in het begin heel spannend. Ik dacht dat ik heel zenuwachtig was, maar het viel best wel mee. De staatssecretaris liet ons het logo zien. Want meestal wint niemand uit Almelo. Meestal iemand uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ik had het eigenlijk niet echt verwacht. In de klas vond ik het wel leuk om het te doen, maar ik dacht eerst, we maken geen kans. Want ik vond het best wel simpel. Maar daarna had ik toch wel zo'n gevoel van, dit kunnen we wel winnen. Ik denk dat de klas heel erg blij zou reageren, dat ze een liedje of zo gaat zingen.